Hoi, leuk dat je kijkt naar Live Paragliding. Vandaag zijn we in Oostenrijk en we zijn te gast bij Airtime. We gaan vandaag weer lekker vliegen in de bergen en we gaan het hebben over een mooie bergstart. Waar moet hij eigenlijk aan voldoen? Tijdens een mooie bergstart ga je rustig en gecontroleerd de lucht in. We zijn op de Emberge Alm, een brede startplaats met een hoogteverschil van 1100 meter. En waar let je als eerste op als je op een mooie bergstart arriveert? Een lekker rustig windje van voren. En dan kan je mooi rustig je scherm opzetten. Met een lekker windje van voren worden de celopeningen makkelijk gevuld en zet het scherm makkelijk op. Nou, voor een mooie bergstart is het belangrijk dat je vrij zicht hebt richting het landingsveld. Dus dat er geen bewolking hangt bij de start. Nou, dat komt mooi uit, want er is vrij zicht, een heerlijk zonnetje. Dus niets staat ons in de weg voor een prachtige vliegdag. En toch worden starts geregeld afgebroken. Waar let je op bij een goede bergstart? Controle, rust, vlakke helling. Ik heb pas één vlucht gedaan, dus ik weet nog niet alles exact. Het scherm goed ligt, of er geen mensen links of rechts van je zijn die ook starten. Een goede bergstart moet voldoen aan de juiste windsnelheid, dus niet te hard, uit de goede hoek. Ik zorg ervoor dat ik alles perfect klaar heb liggen, zodat ik één keer een goede impuls kan geven. En dan zeker weten dat alles lekker omhoog komt. Toch is een impuls geven niet genoeg. Kijk maar. Voor een goede bergstart is meer nodig. Een bergstart is extra spannend voor beginners. We vinden ze op de Wiesvlekker, op een hoogte van 500 meter. Waar vandaag beginners hun eerste vlucht gaan maken. Hey Ron, wat doe jij hier precies? Ik ben bezig met beginnersweg te starten. Gisteren en eergisteren hebben die daar aan de overkant de oefenhelling een heleboel testen en de oefeningen gedaan. En vandaag starten ze weg voor de eerste vlucht. Zenuwachtig? Nou, een beetje. Gezonde spanning noemen ze dat. Ik mag niet zeggen dat ik hartstikke bang ben. Ben ik het niet. Nee, dat is gezonde spanning en dat moeten ze ook hebben. En dan gaan we starten. Ja, je eerste bergstart. Die vergeet je nooit. Kom maar, zet hem rustig op. Stapje, 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 stapje. Ja, goed. Oké, hand iets hoger en versnellen. Vliegschool Airtime leert direct zijn cursisten een aantal strikte basisregels. Keurig. Gaan we in je harnas zitten, Frits. Voordat je je harnas aantrekt, check je natuurlijk of de pinnen van je reserve vastzitten. Niks is lastiger en irritanter dan als je wegvliegt en je reserve vloept eruit. Ben je oké? Ja, pinnetjes zitten goed. Keurig. Oké. Goed. Vijf punten check graag. Ja. De vijf punten check zijn vijf punten en die begint met de piloot. De piloot is de eerste, die check je van onder naar boven. Of je veters vastzit, of je beenbanden, buikband, je borstband vastzet, je radio aanstaat, je helm op hebt. De veters vast. De riemen vast. De bosriem vast. Laat je goed zo. Toppie. En vervolgens check je punt 2, je lijnen. Dus dan begin je bij je karabiners. Of je A-lijnen boven liggen. Of je geen knoopjes in je lijnen hebt. Dan kom je uiteindelijk bij je scherm of dat netjes open ligt. Pietlijnen vast. Lijnen uit de knop. Scherm ligt er netjes bij. Nummer 4 en 5, dat zijn eigenlijk de wind en de omgeving. En die twee die check je om elkaar heen, die check je telkens. Als de wind goed is, moet de omgeving ook goed zijn. Er mag niemand in de weg zijn. Omstandigheden zijn goed. Niemand zit in de weg. Prima, dan gaan we even de radio's aanzetten. Ja. Sowieso heel weinig energie in die start. Hoe langzamer eigenlijk je start gaat, hoe beter. Maar vergis je niet. Door. Stop even. Weinig energie in de start. Maar om het scherm omhoog te krijgen, moet je wel een flinke, gecontroleerde impuls geven. Ik vond het in het midden bleef je hangen, waardoor je niet mooi opkwam. Denk van nou, gaan we niet. Het ging nou niet goed? Nee, we gaan gewoon voor nog een poging. Richard blijft gelukkig rustig en dat is best belangrijk voor je eerste vlucht. Zo, wat was er nou aan de hand, Ron? Het midden kwam niet goed op en voor alle zekerheid breek ik hem af. We gaan ze nog een keer proberen en op dezelfde manier keurig opzetten. Poging 2. Ja. Take 2, let's go. Kom maar, zet hem maar op. En Richard geeft nu wel een goede eerste impuls. En dat heeft meteen effect. En nu versnellen, grote passen naar voren. Ja, goed zo. Dus als jij vol gas weg gaat rennen in die opzetfase en vol in de ankers moet in je controlefase, dan kom je niet rustig in de lucht. Terwijl als je heel rustig opzet, heel rustig aanremt, kijkt en dan pas gaat versnellen, kom je veel mooier, langzamer in de lucht. Terug naar de Emberge Alm, naar de meer ervaren vliegers, waar de condities perfect zijn. Maar ook voor de ervaren vliegers blijft de start altijd spannend.
Ik heb wel een misdag gehad. Nee, tot nu toe nog niet. Ja, dat er een frontstall was, dat hij het scherm voor zeg maar inrolt. Ja, en dan verliest hij druk, dan duwt hij omlaag. Ja, dan is het gewoon merken en afbreken, stoppen, zelf. Wat kijk je serieus? Concentratie. Oh. Meestal gaat het goed, maar ja, soms heb je een raar windje of dingen en dan moet je toch besluiten om niet te gaan. Is er wel eens iets misgegaan tijdens uw start? Ja, zeker in mijn eerste week. Dat was een anders boek, toen lag ik onderaan de starttelling. Maar sindsdien zijn ze allemaal eigenlijk wel goed gegaan. Ik heb het hier ook wel eens meegemaakt, als je net over het randje gaat, te weinig druk je in je scherm, dan schiet hij over je heen. Ja, dan heb je even een probleem. Dan moet je hem afbreken. Oké, kom maar Caitlin, zet hem maar op. Haast los. En rustig lopen. Klein beetje aanremmen. Beetje aanremmen. Oh, stop. Piloot Caitlin neemt het beetje aanremmen iets te serieus en trekt hard aan de tokkels. Ze trekt het scherm eigenlijk dicht. Oeps, dat gaat niet goed. Radio check Sam. Oké, kom maar Sam, zet hem maar op. Sam gaat voor de eerste start van 1200 meter. Dat ziet er goed uit. Beetje aanremmen. Paar stapjes. Ja, of je been intrekken, dat kan ook. Ga maar zitten, Sam. Kom maar rustig een beetje op links, Sam. Maar oefening baart kunst. Je ziet piloten iedere dag een klein beetje groeien. Want dat is leuk om te zien. Beetje aanremmen. Ja. Dat gaat niet goed. Sander drukt zijn reizers te ver naar voren. Laat ze te vroeg los en remt al af voordat het scherm goed en wel boven staat. Ja, ik wil je natuurlijk niet onnodig zenuwachtig maken. Nee, dat doe je ook niet hoor. Maar wat was er nou aan de hand? Ik zag ook niet dat je aan het filmen was. Nou, ik hield mijn handen te ver naar voren toe. Ja? Waardoor het scherm niet boven mij kwam. Dat is gewoon mijn eigen stomme schuld. Dus ik moet goed opletten dat ik ze zo hou en niet zo. Poging? Poging nummer 2. Maar die gaat goed. En dan ook je handen niet naar voren doen. Hè? Dus je hebt nu je handen naar voren. Nee, hier. In de W-houding. En dan zet je het scherm op, laat je je aas los en je stuurbeweging die gaat langs je lichaam. Niet naar voren, langs je lichaam. Radio check Sandor. Oké, kom maar Sandor, zet hem maar op. Daar komt hij, aas los. Nee, weer niet. Ik denk niet dit hoor. Jawel. Je scherm kwam weer in een bolling, dus je trekt te veel aan je aas. Oké. Okay. Hoe is mogelijk? Instructeur Mike is koelbloedig en heeft een engelengeduld. Want laten we eerlijk zijn, hier leer je wel van. Zo, alles komt uit je heupen en je borst. De kracht, niet uit je armen. Ja. Oké, Sander, kom maar. Zet hem maar op. Ja, dit is goed. Aas los. Aanremmen. En kijk eens, ook Sander heeft een prachtige start. Ja, netjes. Ga maar zitten. Borst naar achter, knieën naar je neus. Ja, netjes. Bij een start hebben we 3 fases. We hebben een rustige opzetfase. We hebben een controlefase. En dan hebben we een versnellingsfase. Bij de opzetfase is het belangrijk om een eerste impuls te geven. Even te wachten tot het scherm boven je staat. En je aas los te laten. Daarna hebben we een controlefase. Daarmee kijken we naar het scherm en lopen we wat rustiger. En daarna gaan we vol gas de versnellingsfase in, grote passen en langzaamaan van die berg wegvliegen. Een goede voorbereiding kan dus problemen voorkomen. Maar een klein knoopje kan je toch verrassen. Afbreken, dat is dan de remedie. Sommige piloten zijn nog slimmer. Ze kijken even rustig de kat uit de boom. Iedereen is al uitgepakt, behalve jij. Ja, ik heb eerst even wat andere mensen geholpen met hun scherm uitleggen. En aan de manier waarop anderen starten kan ik ook goed zien wat de wind precies doet. Ja, en dat geeft mij ook weer wat kleine tips over waar ik zelf op kan letten. Dus het is eigenlijk een beetje een strategie om even te kijken hoe anderen starten? Ja, leer je weer wat van. Radio check Doreen. Oké, Doreen, als je er klaar voor bent mag je hem opzetten.
Nou, dat heeft Dorien best goed bekeken. Ze maakt een perfecte start. Deze kan in haar logboek. Het telt zeker mee voor haar brevet 2. Ja, netjes gedaan, Dorien. Mooi. Gecontroleerd, rustig. Zorg dat je, zeker als jij richting een vrije piloot, richting een vrijvlieger gaat, dat je rust in je start hebt en dat je een hele goede controlefase uitvoert. Zodat je zeker weet dat alles goed is voordat jij gaat vliegen. Nou, en als je dan eenmaal gestart bent, dan is het heerlijk vliegen in de bergen en gewoon genieten. Oh ja, binnenkort moeten we ook nog landen. Dus dat zie je in de volgende video. Wat mij betreft, bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Like de video, dat is goed voor het YouTube-kanaal. En veel vliegplezier. Joehoe!